Breda Nu. Je weet het meteen. Wat een eer, hè, dat je daar dan mee mag werken. En ik wil nog even zeggen, er zit ook een hele delegatie vanuit Tilburg. Het is het Bredaanse festivalorkest, maar ook het Tilburgs festivalorkest is hier een gedeeltelijk in opgenomen. En ach, jullie zijn er nou toch, dus ze verdienen allemaal, inclusief Frits, nog een enorm applaus. Ja, ik neem ze vanavond allemaal mee naar huis. Ik zet ze gewoon in de slaapkamer. Lijkt me wel gezellig, 's ochtends wakker worden met zo'n orkestje. Kunnen jullie ook leuke wake-up liedjes oefenen alvast maar een beetje? Lijkt me leuk. Ja, en van super theatraal. Dus mannen, we hebben het ergste nu een beetje gehad. We gaan naar wat sexiers toe. Er zijn de mannen denk ik wel aan toe die hier naartoe gesleept zijn. Chicago. Ja, en hoe sexy. Ja. Het gaat over een vrouwengevangenis. En de vrouwen proberen op allerlei mogelijke manieren vrij te komen. En dat kan, zeker met een mannelijke advocaat, het kan ook met je kleding. Voor de mannen wordt het dan nu, tenminste voor de meeste mannen zag ik, wordt het nu genieten. Ja, en zoals Chicago, eigenlijk is dat net zo minimalistisch als wat we hier vanavond hebben. U bent gewend musicals met enorme decors. Het vernieuwende van Chicago was dat daar het orkest tijdens de show op het toneel zat. Dus eigenlijk hebben we gewoon exact dezelfde setting gekopieerd. Zoals u dat misschien ook in het theater hebt gezien in begin jaren 90. Simone Kleinsma, Stanley Burleson, zij speelde destijds de hoofdrol in deze geweldige musical. Vooral vanwege de dans, gechoreografeerd door Bob Fosse. Gaat u lekker genieten. U mag meedansen als u denkt, ik kan dit aan. Doe het dan, maar denk om uw heupen. En niet voor de camera, denk ik. En er zit water aan die kant, dus geen gekke dingen doen. Dames en heren, Chicago. Thank you.
doet de jazz. Als je danst tot je vergaat van pijn, slikt dan eens aspirine. Het schijnt te gek te zijn. Ik denk die werd heel veel zo weer terug. Want jij wilt jazz. En al die jazz. En al die jazz. Conversatie glijdt af naar bedenkelijk pijn. Geen mens heb heden nog stijl. Waar is de tijd van mevrouw na u? En gaat u voor, ja fijn, dank u. Het is elke klootzak voor zich met een zeer botte bijl. Geen mens heb heden nog stijl, stijl. Oh, de omgangsvormen zijn helaas op hun retour. Wanneer is nu een zwijg, mevrouw?
tijd van een les. Leren, goed opletten, moraal kweken. De jeugd van nu gaat verveeld, laat een scheet onderwijl. Geen mens heb heden nog stijl, stijl. Oh, geen man brengt jou naar een dinertje nog naar huis. Voor een paar centen grijpt een meid jou in je kruis. En vraagt dan ook nog, vind je het lekker als wat je grijpt. Toch niks van stijl. Elke dag de kranten vol van seks en moord. Zouden jullie, weet niemand nog hoe het hoort. Heb niemand dan nog stijl. Zelfs je bloedeigen pa loopt ze lul achterna. Alles rot, alles nep, alles nep. En niemand heb geen iedereen er klaar voor? Maestro, muziek! Ik ben niet iemand die aan luxe hecht. Diamant, vals of echt, het telt niet voor mij. Liefde is waarvoor ik leef. Later voor liefde, fris lokaal van de kruisatijn. Met robijn, geen das van zij. Liefde is waarvoor ik leef. Wat ik wil, is een stil, zacht fluwelig. Vrouwen redden, her en der maakt deze jonge multimiljonair. Ben geen patser die in huizen doet. Ik ben zelf ontroerend goed. Hoe het ook zij, liefde is waarvoor ik leef. Heb ik het hier over lichamelijke liefde? Nee, niet alleen. Ik heb het over het liefde voor het recht. De rechtsstaat, je hand uitsteken naar wie iemand die het nodig heeft. Je naaste liefhebben, dat bedoel ik. Het is mooi meegenomen als die ook nog naast je ligt. Ik zweer bij God, liefde is waarvoor ik leef. Geef mij maar golvend haar, dat zich voortzet, God weet waar. Al wat vrouw is, pleit ik vrij. En dat geld, dat is maar detail voor mij. Oh, het is nooit weg zo'n mooie Cadillac.
kunt geen onderwerp bedenken of er wordt wel een musical over gemaakt. Ja, Volendam de musical, Barbie de musical. Ja, dat doen we gelukkig vanavond niet. Er is wel een musical die gaat over de mijnwerkersstaking van 84 en 85 in Groot-Brittannië. Billy Elliot. Als je de hele show wil zien, het is meer dan de moeite waard om dat in Scheveningen te gaan bekijken. Ik heb het gezien en ik was domweg geraakt. Het gaat uiteindelijk over een jong manneke die opgroeit in een mijnwerkersgezin. En het is eigenlijk de bedoeling dat hij een groot bokser wordt en uiteindelijk in de mijn gaat werken. En je losmaken van dat milieu, dat is eigenlijk een soort van niet te doen. Maar deze jongen is een dansende ziel. En we hebben vandaag het geluk dat we daar een stukje van kunnen laten zien en horen. Ja, en nou, we hebben dit jaar iets meer budget. Dus we hebben het hele ensemble van Roes hebben we op taples gestuurd. Dus als u nog wat bloedsporen ziet hier op het toneel rondvliegen, dan komt dat door de enkeltjes die in de nieuwe tapschoenen een beetje worden afgekneld. Maar ook dat, dames en heren, naast het orkest en alle stemmen, zijn helemaal live. Want we hebben hier van die gigantisch, fantastische, supersonische microfoons die alles opvangen. Ja. Die alles opvangen, ook de tap. Maar het meest bijzondere mag ik dan nu toch werkelijk aankondigen. Ooit een paar jaar geleden, een klein manneke. Zijn ouders staan trouwens bij de backing vocals. En het manneke had domweg een hele hoop talent. Kleine mannekes worden iets groter en nog iets groter. Hij zit zelfs ook in het ensemble van Billy Elliot. Dames en heren, vandaag in de rol van Billy zelf. Ik jullie laten genieten van Billy Elliot en deze naam noem ik wel. We beginnen met Sam Bach. I can't really explain it. I haven't got the words. It's a feeling that you can't control. I suppose it's like forgetting, losing who you are, but at the same time, something makes you hold. It's like that there's music playing in your ear, but the music is impossible, impossible to hear. Something burst in me wide open, impossible to hide. And suddenly I'm flying, flying like a bird, like electricity, electricity. Sparks inside me, and I'm free. It's a bit like being angry, it's a bit like being scared, confused and all mixed up and mad as hell. It's when you've been crying and you're empty and you're full, but I don't know what it is, it's hard to tell. It's like that there's music playing in your ear. Thank you.
Breda nu. Je weet het meteen.